Hallo en welkom bij Lef Online. Mijn naam is Carmen en ik ga je kort uitleggen wat je kunt verwachten van deze training en welk resultaat je behaalt als je deze training hebt gevolgd. Als leidinggevende in de kinderopvang zie ik het grote belang van het werken met protocollen. Het geeft niet alleen eenheid in de werkwijze op mijn locatie, maar geeft iedereen die met kinderen werkt de juiste handvatten om het werk deskundig uit te voeren. Of dit nu is in de kinderopvang, op de peuterspeelzaal of bij de gastouder thuis. Je staat op het punt te beginnen met de training zieke kinderen. Deze training is gebaseerd op het gelijknamige protocol. In deze training wordt je uitgelegd hoe je moet handelen wanneer een kind ziek wordt. Het is belangrijk dat je weet op welke manier je zorg draagt voor een juiste begeleiding van een ziek kind en dat je weet hoe te handelen wanneer een kind ziek gemeld wordt. In deze training loopt het protocol stap voor stap door. Als je deze training hebt gevolgd, weet jij waar je op moet letten wanneer een kind ziek is. En kun je objectief beoordelen of een kind op de opvang kan blijven of dat het moet worden opgehaald door de ouders. We staan ook stil bij het moment waarop de GGD ingelicht moet worden in het geval van een infectieziekte. Dit